Op 5 oktober is het weer zover. Dan is het geschiedenisfestival van het Historisch Nieuwsblad weer in Haarlem. Een prachtig historisch decor voor bezig zijn met geschiedenis, historische gebouwen en veel historische verhalen. Daar wil ik zelf als burgemeester, maar ook als historicus iets over vertellen ook op het festival. Haarlem is de stad van de boekdrukkunst. Haarlem is de stad van Laurens Janszoon Koster, standbeelden voor hem hier in de stad. De verovering van Damiaten in de middeleeuwen. De heldenrol van Kenau tijdens het beleg van Haarlem. Het is interessant om eens naar die verhalen te kijken, waarvan je weet dat daar historisch een heleboel dingen ook niet kloppen. En hoe komt het dan dat zulke verhalen toch heel erg groot worden en opgepoetst worden? Nou, deze verhalen neem ik als uitgangspunt om iets te zeggen over invented history. De manier waarop je naar geschiedenis kijkt en soms dingen aan toevoegt om je zelfbeeld te versterken en om te laten zien wie je eigenlijk bent.